Ja, vrienden, ik sta hier. Kijk eens even, wat een weertje, wat een strand. Heerlijk. Ja, ik doe even het mondkapje af, hoor. Hier is niemand. Kijk maar, zie maar. Kijk. Totaal verlaten. En waarom is het zo verlaten? Dat is de vraag. Dat is het vreemde wat er aan de hand is. Want we zien al die kaarten in Nederland en die zijn dan rood en daar mag je niet naartoe en weet ik het allemaal veel. En je mag alleen toe naar gebieden die geel zijn. Nou zeg vrienden, luister eens even goed. Als er een geel gebied is en jullie in Nederland, want jullie zitten nu in de regen en de komende dagen ook en ook bij Pinksteren. Als je nou ergens naartoe kan, dan is het hier aan de Costa Blanca, in Valencia, in Alicante. Daar is het gebied waar nog helemaal niks aan de hand is. Alleen, in Nederland en Buitenlandse Zaken en weet ik veel, die geven dat niet aan. Die denken alleen maar van, ja, in Spanje zijn er nog zoveel mensen per 100.000, dus heel Spanje is rood. En het enige wat goed is, is dat Canarische eilanden en Balearen en weet ik veel. Nee, hier aan de Costa Blanca hebben we maar besmettingen van zeg maar rond de 40 op 100.000. Hey. Hier mag alles. Restaurants zijn open tot 11 uur, 12 uur. Geen enkel probleem. En de scholen zijn open. En alles is open. En het normale leven kan eigenlijk gewoon weer helemaal zijn gang gaan hier. En niemand die dat dan weet. Ook niet in Nederland. Want jullie zitten allemaal te zoeken in Nederland van, hoe, waar kan ik naartoe op vakantie? Naar Griekenland of, hoe, waar is er een plekje geel? Hier moet je zijn. Dus, vrienden van Buitenlandse Zaken. Hey, wees nou even slim. En geef niet vrij. Dit is het gebied waar de Nederlanders die zo hunkeren naar de zon naartoe kunnen. Jongens, we zien jullie hier snel. Dag!